Dames en heren, soms heb je van die momenten dat je kippenvel hebt. En dat had ik net. En dat lag niet aan het weer, want het is hartstikke mooi weer. Maar dat lag wel aan toen ik de drie volksliederen net hoorde. Aan wat we de afgelopen dagen met elkaar hebben meegemaakt. Een half jaar geleden zeiden we, we gaan de bevrijding in Den Bosch groots vieren. Maar wel nabij. Want het gaat wel over grote woorden als vrijheid, vrede, maar het gaat ook over persoonlijke verhalen. En die stonden de afgelopen dagen echt wel centraal. Of het nou ging over het dagboek van Bets Reijnen, de muziek van Simon Spiro, in de musical Tussen Hoop en Stenen, over Ivor, het jongetje wat maar 2 maanden oud is geworden, of over Piet Kersens die is neergeschoten. Of Roosje Glazen, de danseres, die als Joodse toch niet meer terugkwam naar 's-Hertogenbosch. Bossenaren, gewoon mensen zoals u en ik, zoals we hier staan. Maar toen in een andere tijd en met een ander gevolg. Het zijn verhalen van toen, maar we moeten wel opletten dat we het wel zo houden dat zoals toen was, ook toen blijft. En dat begint bij respect, openstaan voor elkaar, een beetje nieuwsgierig zijn naar elkaar, het samen doen, het samen vieren, maar ook zo samen het gesprek aangaan. En de afgelopen dagen heb ik gevoeld dat we dat met z'n allen wel willen. Dat we dat met z'n allen belangrijk vinden. Dat we belangrijk vinden om op te staan, maar dat we ook belangrijk vinden om onze mening te verkondigen. En al die taken samen hebben ervoor gezorgd dat deze 11 dagen mij wel een soort gevoel van kippenvel hebben bezorgd. Maar het grootste kippenvel van de afgelopen dagen was wel toen ik de 3 mannen die daar stonden, en eigenlijk 4, want Owen Butcher is helaas al naar huis, toen ik ze de afgelopen dagen heb leren kennen. En toen we net met z'n vieren een beetje aan het dansen waren of aan het wiegen op We'll Meet Again, dan gaat er ook iets door je heen. Want het zijn wel 2 mannen van 94 en eentje van 95. En ik hoop dat We'll Meet Again ook wel van toepassing is op 's-Hertogenbosch en deze 3 mensen. Jongens van toen, 19 en 20 jaar. 19 en 20 jaar. Naar 's-Hertogenbosch, vechtend voor de vrijheid en voor de vrede. Even nadenken. 19 en 20. U hebt misschien kinderen of kleinkinderen in die leeftijd. Of gehad. Kunt u zich voorstellen, 19 en 20, die u naar Swansea zou sturen. Of naar Cardiff, om daar die stad te bevrijden. Zij hebben het gedaan voor 's-Hertogenbosch. En ik ben blij dat u allemaal staat. Maar ik wil een groot applaus voor deze 3 mannen namens alle mensen van Wales. Mr. McNally, Mr. Cobness, Mr. King, you've made me feel Welsh the last few days. I even felt bad when the Welsh lost this morning for the semi-finals of the World Cup of Rugby. So I felt with you. I felt sorry because it was only by a few points, but you lost and you didn't make it to the finals. But I hope you won something today in 's-Hertogenbosch. You won your friendship, and you won the love of the whole people here in 's-Hertogenbosch. And I hope you take that home with you. Not the points of the rugby, but the love of the people of 's-Hertogenbosch. I want to thank you all, and I want to thank the Liberators again. Thank you. And although it's 75 years ago, and although you are young at heart with 94 and 95, we wanted to continue the friendship with Wales.
And we want to keep the relationship with the 160th Brigade. And it's an honor for me to introduce to you the Brigadier Alan Richmond of the 160th Brigade. Thank you, Mr. Mann. Well, it has been an amazing experience for all of us who've been involved in this 75th anniversary commemorations of the liberation of this beautiful city. Of course, it's not about those of us who are still serving. It's about that amazing generation, many of whom were plucked out of their schools and out of their jobs and into uniform, and they were willing to come and fight so that others can be free. And they make me feel humble, and we respect them greatly. But what they did is amazing, and it has created an incredible bond between Wales and this city. And that bond will continue, and we promise that we will continue this relationship that means so much to us. And we do that in their honor and all of the other liberators who could not be here today. So the relationship will continue. And Mr. Mayor, I know that the Royal Welsh would like to present you something special, again, as a memento of this great 75th anniversary year.